Hey. Ja. Vrachtwagens die gaan over de streep, die gaan over het kantje slingeren. De snelheid gaat eruit. Wat je vaak ziet is dat gewone auto's in één keer achter een vrachtwagen gaat rijden. Dus dat valt op. De SMS, druk aan het SMS. Wat is uw plan om AMD? Was u bezig? Ik zit dan op de filelijsten te kijken op internet wat de knooppunten zijn. Ik weet niet, elke dag. Alsnog geen excuus. Nee, stom. Nee, begrijp ik. En dom, en ik begrijp inderdaad wat ik. Oké, heeft u rijbewijs bij u? Ja. Ik werd gebeld. Ik moest even snel een berichtje kijken. Ik doe het anders nooit. Dat zijn de meest gangbare reacties. Ja. Wij reden langs u. Was u bezig met de telefoon in uw rechterhand? Krijgt u een bekeuring voor? Ik was me er eigenlijk nu niet eens van bewust dat ik hem in mijn hand heb gehad. Ik zal ongetwijfeld, want het gebeurt de hele dag. En ik zeg niet, ik moet dadelijk naar nog weer 150 kilometer verder en dan zal die ongetwijfeld weer in mijn hand gaan. Het gaat gewoon gebeuren. Ik weet het nou al. Ik neem die dienst als vandaag. Om de haverklap zie je het gebeuren. Dus het heeft nog niet het gewenste effect. Misschien moeten we frequenter en met meer erop controleren. Daar ben ik wel voor. Maar dan ga je dat uiteraard dat effect wel krijgen.